Dit is Judith van hondentaak.nl. Ik heb de laatste keer een uitzending gemaakt over socialisatie bij een hond. En wat dat nou precies inhoudt als je je hond heel goed wil socialiseren. Een andere veel voorkomende oorzaak waardoor je hond kan gaan blaffen of uitvallen, is dat je hond een vervelende ervaring heeft opgedaan. En niet in alle gevallen leidt zo'n vervelende ervaring tot blafgedrag, uitvalgedrag. Dus waar zit hem dat dan in? Eigenlijk kunnen we zeggen dat als de hond na een vervelende ervaring ander gedrag gaat vertonen, dat we dat dan een traumatische ervaring noemen. Dus als je gaat kijken in de gedragstherapie, wat zijn nou de kenmerken van zo'n traumatische ervaring? Wanneer zeggen we nou, die hond heeft een trauma opgedaan? Dan is het dus zo dat er is een voorval geweest en dat hoeft dus niet groot of klein te zijn. Daar zegt het niks over, want dat is eigenlijk de interpretatie van je hond. En je hond leert iets van die vervelende ervaring. Dus er kan iets best wel ergs gebeuren en je hond gaat misschien de volgende dag gewoon weer vrolijk op stap en gedraagt zich totaal niet anders. Dan zou je misschien kunnen denken, hij heeft een trauma opgedaan, want het was een heel heftige ervaring. Maar jouw hond laat eigenlijk zien wat het resultaat is van die ervaring. Dus het gedrag van jouw hond is wel of niet veranderd sindsdien. Zo kan een heel kleine aanvaring, waarvan wij misschien als eigenaar denken, nou ja, wat is er nou eigenlijk helemaal gebeurd? Waarbij je hond dus bijvoorbeeld ook helemaal niet bij de dierenarts is geweest. Het is misschien helemaal niet ernstig geweest, het fysieke gevolg. Kan toch leiden tot ander gedrag bij je hond. Dus is er iets gebeurd tijdens de wandeling en de volgende dag zie je ander gedrag, dus je hond reageert ineens anders, dan kan je dus zeggen dat je hond een traumatische ervaring heeft opgedaan. Dus wij kunnen invullen, het voorval was heel erg of het viel wel mee. Maar eigenlijk is aan je hond te zien wat hij daar zeg maar psychisch echt van geleerd heeft, aan de overgehouden heeft. Net als bij onvoldoende socialisatie hangt een traumatische ervaring altijd samen met angst. Dus op het moment dat jij dit herkent, zegt, hé, mijn hond blaft of valt uit, dit is er gebeurd en sindsdien doet hij dat, dan weet je dat de oorzaak angst is. Ook al lijkt dat misschien niet zo. Want op het moment dat een hond blaft of uitvalt, kan het eruit zien alsof je hond ontzettend agressief is en daar juist ook naartoe wil. Maar als je deze historie kent, kan je dus de conclusie trekken, het is angst. De oorzaak, dus waarom je hond dit doet, heeft een onderliggende emotie en die is angst. En zo kan je bij sommige honden de emotie verklaren. Dus het is niet altijd heel zichtbaar. Op het moment dat een hond uitvalt, hoor ik ook echt wel eens eigenaren zeggen van het lijkt wel een monster. Dus je krijgt een heel heftig beeld. En toch kan een onderliggende emotie angst zijn. Wat je dan vaak wel ziet, is op het moment dat de hond daadwerkelijk contact krijgt met andere honden. Dus je zou het laten gaan. Dus zeker niet een tip, want het is niet altijd een goed idee. Vaker zelfs niet dan wel. Maar stel je zou zeggen van ik laat mijn hond gewoon los en ik laat hem naar een groep honden. Dan zie je vaak in die benadering, zie je wel angst. Dus op het moment dat ze neus aan neus staan, komt die angst wel tot uiting. Maar in de uitval, dus op afstand, aan een lijn bijvoorbeeld, zie je die angst niet altijd terug in lichaamstaal. Ook nog een leuk idee voor een podcast, lichaamstaal. Maar dit is in ieder geval de informatie over trauma in combinatie met blaffen en uitvallen. Tot de volgende!